bij de bootcamp van de EW Saxion Ondernemers Award. Studenten werken hier aan de verdieping van het plan. Ze ontmoeten de jury dit weekend en krijgen allerlei masterclasses en trainingen om het plan verder aan te scherpen. En die moeten ze straks inleveren en daar kiezen ze de 5 beste ideeën uit en die mogen door naar de finale. Ik ben hier om, allereerst omdat ik het heel mooi vind dat Saxion het initiatief neemt om een soort van kweekvijver te stimuleren. Ze hebben heel vaak moeite ook met focussen, wat is nou echt belangrijk en wat moet je nou wel onderzoeken. En ik denk dat juist door de coaches die hier nou rondlopen, die hebben wel heel veel meegemaakt. En ik denk dat je juist daardoor heel goed helpt om die studenten echt op de juiste weg te zetten. Ik heb echt al heel veel hier geleerd. Op het gebied van ondernemen weet ik nog niet zo heel veel. Dus ja, hoe je een businessmodel opzet, waar je allemaal op moet letten. En het mooie is dat je met mensen werkt die echt al vanuit het bedrijfsleven werken. Die gaan dingen vanuit een hele andere kant bekijken en dat is gewoon echt best wel interessant. We doen het. Oké. Ja, eerste reactie. Ging volgens mij wel goed. Ja, duidelijke feedback. En eigenlijk wel positieve feedback tot nu toe. Dus ik kijk uit naar die laatste pitch. Kan niks anders zeggen. De kwaliteit van de inzendingen is wederom zeer goed. Dus ze zullen het. Ze wijken niet veel af van elkaar in de finale. Dus wat dat betreft moet het even afwachten. Het ging vooral over de tijd, de arbeidsuren, daar zaten ze mee. Maar ze waren eigenlijk allemaal enthousiast, heel erg enthousiast over het idee. Ze zagen het allemaal wel zitten. Het ging beter dan verwacht. Het is een goed idee. En we willen het grootste van de markt zetten. En ik denk dat er veel animo voor is. De spanning stijgt, dames en heren. Goedenavond allemaal. Wat fijn dat u er bent op deze feestavond. Stelt u zich eens voor dat er één app zou zijn waar u met één account heel gemakkelijk overal in elke gewenste branche afspraken kunt maken. Elk moment van de dag. Ja, ik ben even benieuwd. Welke dames hier in de zaal die hebben ook zo'n grote kledingkast die uitpelt met kleding of handjes of een vriendin? Ja. Dus daar hebben we het alternatief voor verzonnen. Het is popintags.nl. Het alternatief om veilig tweedehands kleding te kunnen kopen en verkopen. De stimuleringsprijs, die check van €2.500, Erik, is gewonnen door Popintags. De eerste prijs gaat gewonnen worden door het Afsprakenhuis. Je leeft ergens naartoe en dat brengt een klein beetje spanning met zich mee. En dat komt op een gegeven moment gewoon in één keer uit. Dan ben je gewoon opgelucht. Ja, tijd voor bier.